Dennis, ik heb jezelf zo druk gezien. Dus je hebt heel weinig tijd. Maar er gebeurt hier echt van alles. Ja. Ik ben er een paar weken even niet geweest. Maar ik zie muren verschijnen, ik zie muren verdwijnen. Compleet andere indeling. Klopt. Wat is heel korte samenvatting van... Een hele korte samenvatting is dat er inderdaad een muur te zien is. Die straks een lange lengte naar de achterkant van de winkel loopt. De winkel is een stuk verlengd. Het magazijn wat ingekrompen. Aan de linkerkant zie je waar wij vroeger onze mooie kantine hadden. Is een hele mooie witgoedafdeling aan het komen. Jouw kantoor, zeg maar. Jouw kantoor. Ja, er zit nog wel wat kantoorruimte, maar het is een stuk kleiner allemaal. Een hele verse nieuwe winkel met geen tapijt meer, maar gewoon een mooie PVC-vloer. Dat is wat hier ook al ligt. Ja, ja. Ja, dat is al wat gebruiksvriendelijk, wat schoner te houden. En dat is voor ons alleen maar winst. We zijn heel blij met wat er nu al is neergezet. Alleen, we kunnen nog geen einddatum vandaag benoemen. Nee, je had ergens gezegd augustus was de bedoeling, hè, de heropening, maar dat gaat wel lukken. Ja, de hoop is dat we jullie in ieder geval nog gebruiken om de laatste meters te zetten. Alleen, ja, ik denk dat augustus daar ook nog wel in zal zitten. En dat we eerder in september her zullen openen dan dat het nog augustus zal zijn. En dat heeft allemaal te maken met de vertraging van die hele grote lange muur die we aan het zetten zijn. Ja. Ja. En dan krijg je toch, wat komt er achter die muur? Dat is nog onbekend. Achter de muur kan ik nog geen duidelijkheid geven eigenlijk. Maar zodra ik het weet, hopelijk het volgende interview. Ja, dat is heel goed. Maar er is nog niks definitiefs. Dus hoe graag ik het zou willen vertellen. Maar in ieder geval, dat houden we gewoon in de gaten. Maar er is nog genoeg te doen, dus ik zou je verder niet van je werk afhouden. Succes met alles. Hartstikke bedankt voor de interview. Het is even rommelig, maar de verkoop gaat gewoon door. Het is even rommelig, maar je ziet wel dat op alle stukken van de winkel, telecom, de belangrijkste afdeling eigenlijk alweer, die draait op een volle bak. Zo. Eitje. Dank je. Succes wel. Dank je.